ze hier 's morgens komen, moeten wij de molen klaarzetten. Dat betekent in de kap moeten we bepaalde handelingen doen, hè, dat we veilig kunnen draaien. En dan moeten we de wieken naar de wind draaien. En verder moeten de wieken opgezeild worden. Dus ik moet zelf voor de wieken. Zullen we dat maar gewoon gaan doen dan? Ja, uiteraard. Oké, nou, naar u. En zijn we nu op de molen? Ja, we zijn nu op de stelling. En hier zijn dan ook de wieken, als ik het zo zie. Ja, aan die kant hebben we nu de wieken. Alleen, die staan nog niet helemaal goed op de wind. Dus we moeten de wieken naar de wind draaien. Die wieken zitten vast op het bovenste verdieping van de molen. En met behulp van dat lierwerk, ja, dat heet officieel het kruiwerk, kunnen we dus de hele kap van de molen verdraaien, zodat de wieken mooi goed op de wind staan. Oké, dan laten we dat dan maar doen. Maar u heeft een speciaal iemand voor hier in dienst, als ik het zo zie? Nou, hij is een molenaar in opleiding. Een molenaar in opleiding? Ja. Oké. En dat betekent dat hij moet allerlei dingen goed leren. Ja. En een van de dingen is, wat erbij hoort, het kruien van de molen. Dus je kunt ook nog een molenaar in opleiding worden? Jazeker, ja. Zo. En hoe meer, hoe liever. Ja. En we zijn eigenlijk best wel heel blij met hem, want hij is nog redelijk jong. Ja. Want het merendeel van molenaars is een beetje in mijn categorie ongeveer, hè? Dus een beetje grijs en zo. Oké, dan moeten we nog zeilen voordoen. We hebben drie wieken hebben we al zeilen voorgedaan. Dus één zeil moeten we nog hetzelfde voordoen. Er zit ook een speciaal bord in de wiek. Als het te hard waait, kunnen we die weer eruit halen, zodat het veilig blijft. Dus die moet er eerst even ingezet worden. En dan gaan we het zeil ervoor maken. Oké, ik ben heel benieuwd. Ja. Laten we het gaan doen. Ja. We hebben verschillende mogelijkheden om het zeil ervoor te doen. Afhankelijk van de hoeveelheid wind die we hebben. Als er weinig wind is, kunnen we gewoon het zeil helemaal van boven naar beneden toe doen. Is er eigenlijk te veel wind, dus dat het te hard kan gaan, dan kunnen we kiezen om een deel van het zeil opgerold te houden. Ik zit toch over na te denken. Een molen heeft natuurlijk vier wieken. Ja. Waar komt dan de naam de drie waaien vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Want je zou denken, waaien heeft iets met wind te maken. Ja. Ja. Maar het woord waai komt eigenlijk van een soort poel. En in het verre verleden is de rivier hier wel eens buiten de oevers getreden. En er zijn daar drie, ja, soort kleine meertjes ontstaan. En die worden waaien genoemd. Oké. Okay. Dus de molen is daarna vernoemd. Er staat iets verder op die kant een boerderij, die heet ook de Drie Waaien. En die krijgt dus zijn naam van die drie meertjes. Dus heeft niks met die wieken of de wind te maken? Nee. Helemaal niks. Wanneer is het echt onmogelijk om te malen? Om te malen of om te draaien? Ja, ik denk in beide gevallen wel, ja. Nou, er is een gezegde dat molenaars die leven van depressies. En bij depressies heb je meestal heel veel wind. En dat vinden de molenaars meestal niet zo erg. De oude molenaars, die echt malen moeten. Want dan kunnen ze veel productie maken. En we draaien dus, dit noemen we dan een half zeil. We kunnen ook helemaal zonder zeil draaien. Als het echt hard waait, windkracht 5 en we hoeven niet per se te malen. Dan laat het zeil gewoon helemaal weg. En in de molenaarswereld wordt dat met blote benen genoemd. Ja, dus een korte broek dan? Of, Ja. Dat zou je toch ongeveer kunnen zien, ja. Goed zo, Victor? Ja, ik ben helemaal tevreden. Oké. Okay. Goed, nou, dan met dit touw trekken we de rem weer los. En boven zit een stalen haak. En daar moet een pen van de rem in komen te hangen. En we moeten altijd controleren of die daar ook goed in ligt. Dat is een bepaalde inkeping. En als die daar niet goed in ligt en hij ligt op het puntje, dan is het niet in de haak. Dus dat is ook zo'n gezegde. Draaien. Victor? Kun je de
steen iets lichten. Dus als je nou daar gaat staan, kun je zien dat het graan tussen de stenen valt en dan gemalen wordt. Blijft het wel allemaal zo staan? Want daar zit zo'n schuur in en het beweegt aan alle kanten. Ja, ja. Maar hout wat beweegt is veiliger dan hout wat stil ligt. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Het is alsof het in één keer kan instorten of zo. Ja. Maar voor wie is dit dan? Dit is iemand die dit aan jullie geeft en jullie vermalen het en gaat weer naar de andere toe. Ja, dit is een veehouder. Ja. Die zorgt zelf voor het graan. Hij heeft ook een stuk land daarvoor. En die kunnen we ook zien aan de kwaliteit. En als je goed kijkt, zitten ook allemaal stokjes in. Ja. Dus dit is beslist niet geschikt voor menselijke consumptie. Maar wij malen dat voor hem. Want zijn varkens die kunnen deze korrels niet eten, dat staart. Ja. Dus dat malen we voor hem fijn. En anders moet hij dat zelf doen. Dus dat doen we al voor hem. Steenhoogte regelen. Als we de stenen dichter op elkaar leggen, wordt het fijner. En de molenaar die controleert altijd, hij kijkt even van hoe is de kwaliteit. Ja. En dit is voor onze veehouder is dat fijn genoeg. Willen we het grover hebben, dan kunnen we de stenen een beetje van elkaar halen. De zak is bijna vol. Dus zet er even een plankje tussen. Dus we laten de molen gewoon lekker doormalen. De meel er weer in. Volgens mij is het eventjes windstil. Ja. Zo, vandaag veel gemalen, de molen aangezet, laten draaien. Maar mensen kunnen het ook zelf doen, toch? Ja, in principe zijn we iedere zaterdagmorgen open. Of zaterdag van ongeveer 10 uur tot 4 uur. Een beetje afhankelijk van hoe het weer is, want als het heel slecht weer is. En ja, er komen geen bezoekers, dan is het soms niet interessant om door te blijven gaan tot 4 uur. Maar tot 2 uur zijn we meestal wel aanwezig. En ja, voor de kinderen is het gewoon heel erg leuk en leerzaam. En we hebben op de steenzolder hebben een klein maalkoppeltje, dus de kinderen kunnen daar zelf malen. Dat vinden ze altijd prachtig. Ja, dat omhoog hijsen van die zak vinden ze altijd mooi. Dus we proberen de kinderen er altijd bij te betrekken. En het is kidsproof, dus veilig voor kinderen. Goed uitje voor in het weekend dus. Voor op de zaterdag, ja.